straks in een bepaalde volgorde de voorstellen die jullie hebben voorbereid op school laten presenteren. En daarna is er gelegenheid voor bespreking. Dan mogen de fracties onderling aan elkaar vragen stellen en debatteren. En aan het eind van de vergadering moeten we natuurlijk een besluit nemen. Dan moeten we als het ware kiezen welke van de 5 voorstellen die vanmiddag worden gepresenteerd de eindstreep haalt. En om dat ook een beetje in goede banen te leiden, hebben we nog 2 deskundigen gevraagd om jullie van advies te voorzien, om een soort commentaar op die voorstellen te geven. De mensen die zijn nog niet, maar die komen er zo aan, hoop ik. Dat zijn namelijk de heren Zuidweg en Adriaanse, die werken bij de gemeente. En dan hebben jullie opnieuw gelegenheid om met elkaar te discussiëren over die voorstellen. En ook met jullie achterban te overleggen over wat er eventueel moet gebeuren, hoe je je op wilt stellen. En het is eigenlijk net als in een echte gemeenteraad, die hier 1 keer per maand vergadert voor besluiten te nemen en 1 keer om informatie te verwerken en discussies te voeren. Ook in die echte gemeenteraad zitten fracties, die zitten ook hier aan deze tafel zo en alleen dan zitten hier rechts naast mij zitten dan de wethouders, de leden van het dagelijksbestuur. Nou, die hebben we vandaag niet. Dus wat dat betreft is het een klein beetje anders, maar in welk geval lijkt het er wel. Ik hoop dat wij een goede vergadering hebben. En tussendoor, als er iemand van jullie vraagt van ja, ik wil even, zoals ze in de sport zeggen, time-out om even met elkaar te overleggen, dan kan dat. We hebben ook een keer een pauze. Ik kijk even naar de griffier, wanneer die hebben we die gepland? Als het ons uitkomt. Als het ons uitkomt. Nou ja, dan kunnen we ook zeggen, als iedereen dorst heeft gekregen, dan kunnen we ook pauzeren. Maar dat moeten jullie maar een beetje aan mij overlaten, want als ik vergaderingen hier in de gemeenteraad leid, en die beginnen s'avonds om 7 uur, dan tegen 8 uur, dan denk ik van nou, het wordt wel tijd voor de koffie. En soms is het 5 voor 8 en soms is het 10 over 8. Dus het hangt een beetje van het verloop van die agenda. Nou, ik heb nu een aantal mededelingen gedaan, maar eerst vraag ik aan jullie of dat jullie instemmen met de agenda voor deze vergadering. Namelijk die punten die jullie op jullie tafel hebben aangereikt gekregen. Dat zijn er dus met inbegrip van de opening en de sluiting totaal 9. Niemand wil daarop een verandering aanbrengen, zie ik. Nou, dan is die bij deze vastgesteld. Dan doe ik dat voor deze keer even met die hamer. De agenda is vastgesteld. Dan gaan we zo luisteren naar de presentaties van de verschillende voorstellen. We hebben dus 5 fracties aan tafel. En ik noem de volgorde waarin die fracties hun voorstel mogen presenteren. Als eerste krijgt straks het woord iemand van de Partij voor de Hutten. Van de school met de Bijbel de Regenboog uit Melisand. Dan de christelijke basisschool Prins Maurits uit Dirksland. En die hebben zich genoemd Dirkslands Panakkooi Team. Als derde krijgt de christelijke basisschool Prins Johan Friso de gelegenheid om als partij Samen Recreëren in Herkingen een voorstel te presenteren. De vierde partij is de openbare school de Roxenisse uit Melisand. Die heeft Melisandse Partij 2012. En als hekkensluiter, ja, er is er eentje die altijd de eerste moet zijn en eentje de laatste. De natuurlijk avontuurlijke partij, ja, die komt van de openbare school de Inkvis, die zijn voorstel mag presenteren. Wij zijn PvdA, de staat van de Partij van de Hut. Ons idee is om maar deze hut in de speeltuin in te zetten. Hij is geschikt voor alle leeftijden. Waar en waarom? Hij komt te staan in de speeltuin in ons mooie dorp Melisand. We verdienen het wel, want er zijn zoveel kale vlaktes in de speeltuin. En die willen we dus opleuken met dit toestel. En materiaal dat er bij hoort is hout, kunststof en ijzer. Dat is stevig. De afmetingen zijn 548 centimeter in de lengte, bij 507 centimeter in de breedte en 334 centimeter in de hoogte. De volle hoogte is ongeveer 154 centimeter. Kosten. De kosten zijn ongeveer 2245 euro. Dan houden we nog genoeg over voor de plaatsing. In de verte staan alle kosten netjes op een rijtje. Voordelen. Het is mooi, het is een goede plek om neer te zetten. Hij is leuk voor alle leeftijden.
Het is vandalisme bestendig, gegarandeerde veiligheid. En het is natuurlijk bedacht op ons. Onze sponsors die willen wij alvast hartelijk bedanken. En dat zijn deze sponsors. Maar deze, dat kunnen de luisteraars op internet niet zien. Dus je moet toch even maar noemen wie dat zijn. Dat is wel handig. Supermarkt De Go, Bakkerij van Harbelen, Autobedrijf van Vliet, Golfclub De Roxenissen en Enjoy. Wij weten dat jullie het een goed idee vinden. En wij weten dat we met dit idee het geld kunnen krijgen. En de hut neer kunnen zetten. Einde. Dank u wel. Jullie hebben het spitshuis gebeten. Dat is altijd lastig. Zeker als je nog moet schakelen met de presentatie op het scherm. Anderen kunnen vast voor zichzelf ook aantekeningen maken bij de vragen die ze straks willen stellen. Daarvoor hebben jullie ook materiaal op tafel om het weer te zien. Dan als tweede geef ik het woord aan het Dirkslands Pannenkoorteam van de Christelijke Basisschool Prins Maurits. En zij hebben nu gelegenheid voor de presentatie en ik zie dat Rinke wil beginnen. Nee, met z'n allen. Oh nee, maar jij had je knopje al aanstaan, dus ik dacht met z'n allen. Maar de woordvoerders voor die fractie zijn Rinke de Groot, Nienke Hofstad en Cornelis Burg. Bij de anderen kan ik niet alle namen doen, maar voor de eerlijkheid doe ik dat voor mij. Want ik heb net Thomas Witte toen naar voren gegeven en Sofie de Ridder was ook onderdeel van de Partij voor de Rutte en Robert Alders. Dit is van Spannakkoordje, ga je dan. Druk wel de... Sanne, Nienke, Rinke, Marieke, Cornelis en ik ben Tom. Ons plan is een pannenkooi en daar gaan wij het meer over vertellen. Wij hebben een goed plan en ik hoop dat jullie het ook vinden. Wij dachten aan een pannenkooi omdat wij een voetballend dorp zijn en omdat er bijna geen voetbalveldjes of pannenkooien zijn in Dirksland. We krijgen van de gemeente natuurlijk 2500, maar ja, pannenkooi is veel meer. Daarom hebben we sponsors gezocht. Daar vertel ik veel meer over. Wij hopen dat ons idee wint omdat wij een goed idee hebben en omdat wij graag een nieuw plantje en een plek voor voetballen willen hebben. We hebben geld genoeg om een pannenkooi te betalen en we hebben nog een beetje geld over. Daarom willen wij een voetbaltoernooi hebben in de pannenkooi. Wij gaan zo vertellen waarom we zo'n pannenkooi niet willen, maar eerst gaan we vertellen wat we gedaan hebben. Daarna zullen jullie meer horen van onze pasgenoten. Wat hebben we gedaan? We hebben sponsors gezocht en uiteindelijk wilden we de volgende bedrijven ons sponsoren. Van Dongen, de Rabobank, de woningbouwvereniging, IC-automatisering, aannemingsbedrijf Kroon en van de gemeente krijgen we natuurlijk ook nog geld. Daar gaat Rinke dus nog meer over vertellen, daar zeg ik niet meer over. Daarnaast hebben we ook nog kleinere sponsors. Van Estate Invest kregen we een stuk grond om de pannenkooi te bouwen. We hebben korting geregeld. We beginnen met Compan, leverancier van de pannenkooi. Die gaan 25%. Imago Esselink wil 50% van de tegels sponsoren. En hebben wij tuintechniek wel korting gegeven op de plaatsen van de tegels. We hebben contract uitgedeeld aan alle sponsors. Daarnaast doen we de doorzeggingen betalen. En als ze pas kunnen betalen, als we winnen. Wij doen met iedereen zijn hand in de knieën. Dat geweest. Verder hebben we vaak geoefend om goed te kunnen presenteren. Nu gaat Sander wat vertellen over de pannenkooi. Zoals er net is verteld, willen wij een pannenkooi als plan. Ik ga nu vertellen over de materialen en de afmetingen. Eén her. Eén her is 92 centimeter hoog. En twee hekken op elkaar, dus 188 centimeter hoog. Het doeltje is 50 centimeter hoog. De breedte van de pannenkooi is 6,36 meter. De lengte is ongeveer 9,5 meter. En de dikte van de wanden, van de paal, is 7,5 centimeter. De oppervlakte van de pannenkooi is 60,5 vierkante meter. Wat moet er in de pannenkooi komen? De pannenkooi komen tegels. En de pannenkooi is gemaakt van staal.
Onze pannenkooi voldoet ook nog aan een aantal kleurlabels. Overal deze labels ga ik wat vertellen. Eerst het HDPE-label. Dit staat ervoor dat het van een gerecycled materiaal is. Het BBQI-label, dat krijg je als je bedrijf kwaliteit heeft. Onze pannenkooi heeft dus een goede kwaliteit en het is veilig. FEPI, dat staat ervoor. Dat is een vereniging die geen winst wil maken, maar waarbij het om de veiligheid van kinderen gaat. Ook letten ze heel goed op de ondergrond van de speeltoestellen. Omdat onze pannenkooi aan de eisen van deze labels voldoet, zijn we een hele goede pannenkooi. Dan heb je nog het TUD-label. Deze mensen letten heel goed op de veiligheid van een speeltoestel. Onze pannenkooi is dus veilig voor kinderen die erop spelen. De kosten. Nou, de pandakooi inclusief met 25% korting kost €7,68,25. En de platen van de pandakooi kost €2,69. De kosten van de tegels inclusief met 50% korting is €350. En het leggen van de tegels ook inclusief met korting is €950. In totaal moet u dus €10,837,25 betalen voor ons plan. Over en we hebben dus genoeg en we hebben zelfs geld over. Wij moeten winnen omdat we dan een plek hebben om te voetballen. We hebben geen last van illegale voetballers, want heel veel mensen die voetballen zomaar op pleintjes en speeltuintjes waar dat helemaal niet mag. De Dirkstand wordt uitgebreid, want er komt een nieuwe gooien. Daar wordt waarschijnlijk ook onze pannenkooi als we winnen geplaatst. En iedereen vindt voetballen wel leuk, want iedereen doet wel zijn potje mee. En waar heb je eigenlijk een pannenkooi? Je hebt er één in de Prins Maurits in Johannes, maar dan kan je niet buiten schooltijd kan je daar voetballen. Ons plek. We hebben nagedacht voor een goede plaats voor de pannenkooi. Toen dachten we dat we de pannenkooi wel in een nieuwe wijk van Estate Invest kunnen plaatsen. We hebben een afspraak gemaakt met de baas van Estate Invest. We zijn er naartoe geweest en we hebben toestemming gekregen voor de plaats, in een nieuwe gooi. Als we winnen, dan kunnen we de pannenkooi dus in een nieuwe gooi laten plaatsen. Costa Rica er een beetje mee vergeleken, maar zo mooi is het ook weer niet. Alleen wij willen wel graag dat het er zo uit komt te zien. Dit is in elf van overgebleven en kale vlakte. Maar als ons plan doorgaat, dan wordt het allemaal heel leuk en toegankelijk voor de gemeente Dirksland. Hier ziet u een vogel in de lucht en die staat voor rust. U ziet de duinzand met een soort gras. Die staat voor de natuur en dus het water voor ruimte. En dat is juist de kracht van vlakke. Iedereen kan het gebruiken, toeristen en bovenal natuurlijk gemeente Dirksland. En natuurlijk heel veel toerisme. Nou, zo druk hoeft het ook eigenlijk weer niet, maar we weten wel dat er weer veel toerisme komt. Kinderen springen nu van de havenmuur en dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Je zou wel denken de dokter krijgt meer klanten, maar dat is niet de bedoeling van ons plan. En het is natuurlijk heel slecht voor je gezondheid, allemaal olie en al die andere giftige stoffen. Het is een slimme investering in tijd van crisis, omdat er veel toerisme komt in Herkingen. En die gaan dan weer bijvoorbeeld naar en het restaurant en daar investeren ze weer. Deze kale lege vlakte kan natuurlijk veel mooier. Ook het plan van 2 jaar geleden van de kinderraad. Ook hebben we vorig jaar tijdens het praten met de dorpsraad en naar contact met ISCO dachten we dat het misschien een goed idee was om een extra toestel daar neer te zetten in het bos. En nu is het zeker dat het bos er komt. We kregen 14 maart een mail dat de beschikking voor het bos is afgegeven en nu kan men beginnen. Daarom is ons voorstel een tokkelbaan in het medicijnse speelbos. We zouden dit graag willen, omdat er bij het speelveldje in medicijnse geen toestellen zijn voor kinderen van onze leeftijd. En een tokkelbaan is leuk voor jongens en meisjes. Eerst dachten we om een houten baan neer te zetten, omdat dit bij het bos past, maar jammer genoeg door vandalisme
Het gebeurt jammer genoeg om in de zand kan hout gemakkelijk worden gesloopt of in de kant gesloten worden. De prijs van een tokkelwaan ligt ongeveer tussen de 5000 en 6000 euro. We hebben het bedrijf Spireco gebeld en de mail gestuurd naar John van Nijmegen om te vragen hoeveel geld zo'n tokkelwaan nu precies kost. De mevrouw van Spireco zei dat het 6523 euro kost. Meneer John van Nijmegen kon pas iets zeggen als hij een plan had. Verder hebben we geprobeerd om sponsoren te zoeken en daarvoor hebben we gebeld met een paar bedrijven. Onder andere Minders, Zetwonen, de adviesgroep De Vogel, Bakkerij van Harbelen en Camping de Elisabethhoeve. Ook Aarts is gevraagd om ons plan te sponsoren. Er is een stukje in de nieuwsbrief geschreven over het plan van de MP12. Hiervoor hebben we naast een paar sponsoren ook vrijwilligers gevonden die willen helpen bij de bouw van de tokkelbaan en kunnen eventueel ook houtsnippers krijgen. Tot slot hebben we gemaild met mevrouw Anne-Marijke Elema van de ISCO. Met haar hebben we niet alleen ons plan besproken, zij zou ook kunnen sponsoren, naast onze andere geldschieters. Al eerder hadden we contact met haar, niet alleen door mee te denken over de plannen, maar ook met de uitreiking van de tweede groene vlag heeft de school beloofd om het bos schoon te houden, om zo ook vervuiling tegen te gaan. We hopen dat ons plan door jullie wordt goedgekeurd. De toestemming voor het speelbos is er. Het werk begint in september en hopelijk ook voor de tokkelbaan. Onze partij is natuurlijk een avontuurlijke partij. Wij willen graag de uitbreiding van de gebruikbaan. Onze partij bestaat uit alle leerlingen van groep 8 van OBS Teamfest. Wij staan voor avontuur. We vinden het heel belangrijk om de natuur te betrekken bij ons plan. Je kunt namelijk heel veel doen met natuurlijke materialen. Bovendien ziet het er ook erg mooi uit. Het plan. Uitbreiding van de schrijfbaan met molenzicht in Dirksland. Door middel van 1. Hutten van wilgetakken. 2. Kruipgangen van rioolbuizen. En 3. De crossparcours in het bos. Hier zie je een luchtfoto van de locatie. Bij het rode ovaaltje ziet u waar de stormbaan nu is. Bij de blauwe ovaal willen wij graag een uitbreiding gaan doen. In de uitbreiding willen we graag wielgetakken. Je kunt ze gebruiken om in te spelen en te chillen. Wielgetakken worden in de grond geplant in de vorm van een wigwam. Wielgetakken zijn heel buigzaam. Bovenaan worden ze bij elkaar gebonden door winddraad. In de zomer krijgen de wilgetakken bladeren waardoor je een hele dichte hut krijgt. Ja, hier ziet u hoe het er ongeveer uit komt zien. De dorpsraad heeft 4 rioolbuizen gekregen van het waterschap. Die mogen we gebruiken voor dit plan. De buizen komen in een kruis te liggen en vervolgens wordt er grond overheen gedaan waar begroeiing op komt. Dat kun je zowel over de buizen heen als eronder door. Ook graag een crossparcours in het bos. In het bos kunnen heuveltjes gemaakt worden van grond en zand. Zo kun je een heel parcours uitzetten om te crossen met je fiets. De crossbaan sluit aan op de heuveltjes die over de kruiphuizen heen lopen. Begroting. We hebben bij het bedrijf Herwijn Tuintechniek een offerte opgevraagd. Ons plan zal uiteindelijk €2499,44 gaan kosten. Zie de offerte op de volgende pagina's. Machinekosten. Mobiel HGM, €560. Benodigde grond, €300. Graszaad, €60. Stelpost beplanting, €200. Arbeid, €204. Bossen wilgeteen, €66. Bossen wilgetenen, €110. Arbeid, €648. De uitbreiding van de stormbaan moet in Dirksland omdat er al een stuk van de stormbaan ligt dat heel mooi uitgebreid kan worden. Het toeristen trekt, bijvoorbeeld mensen die fietstochtjes maken. Dirksland ligt tussen Herkingen en Melisand in. Het is makkelijk te bereiken. Zijn er nog vragen? Die gaan we straks inventariseren. Dank jullie wel voor deze presentatie. Nu hebben alle fracties hun plannen kunnen presenteren. En ik moet zeggen,
Ik ga natuurlijk niet over de inhoud en ik ga ook niet zeggen welke ik goed of slecht vind. Slechter zijn we sowieso niet om daarmee te beginnen. Maar dat jullie allemaal heel goed je best hebben gedaan om duidelijk te maken waarom jullie vinden dat jullie plan het winnende plan zou moeten zijn. En ik moet eerlijk zeggen dat jullie met de PowerPoint presentaties daar een goede illustratie bij hebben gemaakt. Dus daar alvast de complimenten voor. Nu krijgen we vervolgens het vijfde agendapunt. Dat heet dan officieel plenaire bespreking, vragen stellen en debatteren. Dat is natuurlijk een ingewikkeld punt, want daar moeten jullie aan elkaar vragen gaan stellen. En als je vragen krijgt als fractie, moet je daar ook natuurlijk een goed antwoord op weten te bedenken. Want met elkaar moeten jullie gaan bepalen wie het winnende plan voor zijn rekening zou kunnen krijgen. En daarom stel ik voor dat we even heel kort pauzeren, zodat jullie zelf in jullie eigen fractie kunnen bedenken welke vragen dat je wilt gaan stellen en aan welke fractie je die vragen wilt gaan stellen. En dan is het ook handig om in iedere fractie even goed af te spreken wie het woord voert. Of je dat alle drie doet, of dat één van drie het woord voert. Of dat één de vraag stelt aan één fractie en een andere vraag aan een andere fractie. Dus probeer dat zo goed mogelijk even af te stemmen, want dat maakt het voor mij makkelijk om deze vergadering een beetje goed te leiden. En dan hebben jullie zelf op het scherpste zicht op wat je wil weten van welke andere fractie dan ook. Dus ik stel voor dat we daar even 10 minuten gelegenheid voor nemen. Dat jullie jezelf even goed kunnen voorbereiden op de vragen die je wilt gaan stellen. En vervolgens ook scherp kunt krijgen aan welke fractie je welke vragen wilt stellen. Dan schorsen we de nieuwe vergadering tot 14:15. En je hoeft natuurlijk niet hier te blijven zitten. Je mag ook even je ondersteuners opzoeken om met elkaar erover na te denken. Dus wat gepresenteerd is. En wie wil als eerste vragen stellen? Niemand? Nou, wie als twee? Ook niet. Dan steek even je vinger op wie je de aftrap wil doen. Ja, hier deze fractie? Ja, oké. Dan beginnen we met de fractie van Dirkslands Pannenkooi-team. Jullie mogen dus vragen stellen aan de andere fracties. En dan wil ik tegen de andere fracties zetten, let goed op welke vragen dat ze stellen. Want dan moet je natuurlijk straks, als we de vragen geïnventariseerd hebben, antwoord op gaan geven. Dus dan geef ik nu het woord aan Corné. Jij mag vragen stellen. Ik kwam op mijn woord richten aan de SRH, Stichting Recreatie Herpingen. Wat willen jullie neerzetten op het strandje? We gaan eerst, voordat jullie gaan antwoorden, we gaan eerst even alle vragen inventariseren. En dan kunnen jullie eventueel onderling nog overleggen welke antwoorden dat je straks wil geven, want anders dan wordt het overzichtelijk heen en weer. Dus we gaan eerst even de vragen inventariseren. Ik heb ook een aantal vragen. De kosten. En als jullie nou volleybal net plaatsen, dan zat het tenminste op de dia. Wat doen jullie dan in de winter? Of hij kan ook een stuk gesneden worden bijvoorbeeld. Vandalisme gevoelig. Zijn er van de fractie van Dirkslands Pannenkooi team nog meer vragen? Of van andere fracties soms? We hadden aan elke partij hadden we een paar vragen. Goed. En wie wil dan vragen aan een andere fractie stellen van het team? Nienke? PvdA, waarom verdienen jullie per se een hut? En hoeveel kost het? Dankjewel. Rimke? Verder geen vragen? Aan de NAP, hoeveel bos moet er weg als jullie dat plan willen uitvoeren? Jullie zijn wel goed voor de natuur, maar er moet wel bos weg als ik op die kaart goed keek. En die vandalisme gevoelig, als je nut van wilgetakken neerzet, die steek je zo in de brand. Lijkt me niet zo handig. En dat toerisme, die opmerking lijkt me niet echt gelden. Want ik zie niet echt een toerist over een neuveltje crossen. Zijn er nog andere vragen van de fractie van Dirkslands Pannenkooi op dit moment? Dat is dan de laatste, ja? Corné? Aan de NP, Middellandse Partij van 2012. Hoeveel geld krijgen jullie van de ouders? Je keek de verkeerde kant op, maar je bedoelt het wel voor de goede fractie. Dat waren jullie vragen, dan ga ik naar... Nee, nog een vraag. Oh, nog een vraag. Naar de laatste dan. Nee, dat was het. Sorry. Dat was het. Goed. Dan kijk ik naar de Partij voor de Hutten. Aan welke fractie willen jullie vragen stellen en wie wil dat graag doen? Dat is Robert. Aan de DPT hebben jullie een offerte.
Dat zijn we niet. Dat is nog verder. Is het ook leuk voor kleine kinderen? Heb je nog meer vragen voor de Deerslands Pannenkooi team fracties? En wil je nog vragen stellen aan een andere fractie? Ja. En dat wil Sophie doen? Ja. Hij stond al aan, dus je moet hem nog een keer doen. Voor de... Voor de uitbreiding van dat, voor die grote baan, mensen gaan toch ook een hond uitlaten over die baan, zeg maar, van de fietsen. En is het wel veilig voor kleine kinderen? Ik bedoel, als het de bedoeling is, als die kinderen door die tunnel gaan en die fietsen, die gaan er allemaal gezellig overheen. Dat lijkt me niet zo slim, zeg maar. Niet zo veilig. Wil u nog vragen? Wat zijn de kosten van de grond en waarom moet het achter jullie school? Heb je nog andere vragen aan die fractie of wil u nog vragen aan andere fracties stellen? Ja. Ja? Mitchell? Aan de SRR. Wat willen jullie eigenlijk op het stad? Oh ja. Ja, die hadden we net ook al gesteld. Ja, een aanvulling op de vraag die een andere fractie stelde, wat jullie precies op het strandje hebben. Ja? Ja. Zijn er nog andere vragen vanuit de fractie van de Natuurlijke Avontuurlijke Partij? Lisa? Ja, aan de reg nog. Kunnen jullie ons precies duidelijk maken hoe de hut eruit kan zien? Want het is ons nog niet helemaal duidelijk. Dankjewel, dat waren jullie vragen. Dan kijk ik naar de fractie van SRH. Jullie willen ook vragen stellen. En dan mag ik gaan. Ja. NB12 wil een troppelbaan in het bos. Daar heeft geen voldoening. Als jongeren zich voor de partij van Hutten, als jongeren zich gaan vervelen, maken ze de hut misschien wel kapot. Of ze gaan een fikkie stoken in die hut. Dus, dat lijkt me ook niet zo'n goed plan eigenlijk. Zijn er nog andere vragen? Ja? Ga je gang, Saskia. De NAP, die had de natuurlijke avontuurlijke... Natuurlijke avontuurlijke partij. Oh ja, die hadden met de Wouders zijn vijfelbaan toch uitbreiden. Ja, ze hebben natuurlijk vorig jaar ook al gewonnen, dus misschien... ja... Misschien kunnen we dan nu anderen natuurlijk. Dan moet je bondgenoten zoeken. Maar heb je nog een inhoudelijke vraag? Want dit is weer een oproep om een ander de kans te geven. Maar heb je nog een vraag aan die fractie of aan een andere fractie? Geen vragen? Geen vragen van de fractie SRH? Dan als laatste in deze ronde de fractie MP12. Jullie willen ook vragen stellen aan andere fracties? Dennis. Aan de regenboog. Waarom die hutten niet in het speelbos? Want ze passen best goed van hout en ze passen ook goed in het speelbos. Zijn er nog andere vragen van deze fractie? Aan andere fracties wellicht? Ja, ook aan het... Valko? Ja, ook aan de regenboog. Waarom op het trapveldje? Want op het trapveldje zijn ook wel heel veel hangjongeren meestal s'avonds. En dan zijn ze wel bang dat het snel kapot gaat. Dennis? Wat als mensen daar een huis hebben gekocht en daar met... die is voor de D, B. Ja, er is wat spannenkoor team. Ja, wat als mensen daar een huis hebben gekocht en daar met rust willen wonen en er komen daar een groep kinderen aan die gillend komen voetballen. Hebben jullie daar rekening mee gehouden? Dat waren jullie vragen? Ja. Verder geen vragen meer. Dan hebben we alle vragen nu geïnventariseerd. Nu vraag ik aan jullie. Zijn jullie in staat om die vragen direct te gaan beantwoorden? Of wil je daar nog even over nadenken? Even overleggen. Willen jullie even overleggen? Ja.
Vijf minuten schorsing, is dat genoeg? Ja. 5 minuten. Nu wil ik vragen of dat jullie zo kort en bondig mogelijk op die vraag willen antwoorden. Je mag daar uiteraard toch nog iets aanvullen als je zegt van ik ben bij die eerste presentatie ben ik iets vergeten. Of alles wat van belang is voor de verdediging van je eigen voorstel mag je uiteraard nu naar voren brengen. Of het veilig is en of het handig is in het bos. Nou, het speeltuintje is niet altijd in de buurt, dus... En het bos is namelijk een beetje midden in het dorp. En ook hebben we de vraag gekregen of het veilig is. Daarom hebben we ook houtsnippers. En er komen ook hekken omheen. We hebben ook de vraag gekregen dat niet altijd de ouders in de buurt zijn. Maar daarom worden er ook bankjes geplaatst en dat is ook meegenomen in het plan voor het bos. En het bos is zeker dat het er komt. Ook heb ik nog wat te zeggen en toe te voegen op net al het verhaal. Meneer Van Eibe die heeft net aangegeven dat het ook een goedkopere tokkelbaan kon zijn. Wat doen jullie in de winter? Nou, het volleybal is wel netjes op het strand. En zoals jullie zwinters voetballen, kunnen wij zwinters gewoon volleyballen eigenlijk. Tessa? We hebben ook de vraag gekregen, is het vandalisme bestendig? Het is vandalisme bestendig, want er komt een ijzeren net. Maar... Volgens mij kwam het van de partij die daar zit, van dat er iets kan gebeuren als je het over die buizen heen fietst. Maar er kan overal iets gebeuren. En we zijn hier om te winnen, dus maakt niet uit of we 2 keer winnen. Lisa? We hebben, ik weet niet meer precies van wie we de vraag hebben gekregen, maar over de honden. De gemeente in Dirksland heeft al een aantal honden uit laten plaatsen. En als we bij onze uitbreiding, als het geplaatst wordt, als we dan ook een bord neerzetten met een hond en een rode streep erop, dan kunnen ze daar ook rekening mee houden. Over de veiligheid. Ik weet niet meer van wie, maar als je een bal op je hoofd krijgt, dan heb je toch ook pijn. Dienen we die hut? Nou, wij hebben dus kale vlaktes op de speeltuin. En vooral daar zo bij de bergen, daar is haar gewoon niks. En daarom willen we hem daar neerzetten. Ja, we hebben ook de vraag gekregen hoeveel het kost. Thomas. Nou, kwamen we op waar het bij elkaar kwam, €3.150. Maar we kunnen makkelijk betalen, want we hebben veel sponsors. Robert nog voor een aanvulling. We hadden ook de vraag gekregen hoe de hut eruit ziet. Dat staat in de PowerPoint. Zo'n plaatje ervan. Als het nodig is, kan dat straks in de pauze nog even wat preciezer bekeken worden. Of dat we een offerte hadden, maar ja, die hebben we en die heeft Cornelis. En die offerte hebben we ook overgenomen in de diavoorstelling. Of het voor kleine kinderen is, maar dat is niet voor kleine kinderen bedoeld, maar daar is in Dirksland ook wel genoeg voor. En omheen de pannenkooi komt ook een speelveld. En we hebben ook de vraag gekregen wat de grond kost. Nou, die hebben we van Estate Invest gratis gekregen. En waarom achter de school? Nou, het is eigenlijk de enige plek die volgens ons gunstig is. En ook of het rustig is voor de mensen die er omheen huizen kopen. Nou, van tevoren is er eigenlijk al vastgesteld dat er daar ook een speelplek komt. Dus als de pannenkooi erbij komt, maakt dat eigenlijk niet zo heel veel uit. Nienke? En er komen ook nog jonge kinderen te wonen, want eigenlijk is die buurt bedoeld voor startersgezinnen. Dat waren jullie antwoorden. Dank jullie wel. Nu hebben jullie antwoorden gekregen op de vragen die aan alle fracties gesteld waren. Dus jullie hebben nog meer informatie gekregen
om straks te kunnen beoordelen van welk voorstel eigenlijk als beste uit de bus zou kunnen gaan komen. Maar voordat we daar verder over vragen gaan stellen aan elkaar en onderling gaan debatteren, hebben we agenda punt 6 nog, beoordeling van het project door de deskundige jury. De heer Adriaanse is in ons midden, de heer Zuidweg kan het helaas niet zijn. En de heer Adriaanse zal nu bij ieder van de voorstellen een aantal opmerkingen maken. En dat kunnen natuurlijk positieve opmerkingen zijn, en ook, zal ik zeggen, niet negatieve opmerkingen, maar kritische kanttekeningen zoals ze dat in deze zaal maken. Nou, wat net gepresenteerd is, dat is van de regenboog, van die hut. Partij voor de Hutten. Partij van de Hutten. Ja, ik moet alles nog even op rij krijgen hier, maar... En die, daar vond ik het voorstel is een, toch wel een positief voorstel. Er is daar al van alles te doen. Het enige is, wat ik daar nog even over bij aan wil merken, dat is dat daar nog een behoorlijk voetbalveld bij ligt. Ik weet niet of dat het nog wat minderwaardige dingen oplevert, dat je daar nog wat moeite mee hebt met die mensen die daar aan het voetballen zijn. Is er dan, blijft er ruimte genoeg over? Ja. Ik vond het een mooi voorstel en het is alweer eens wat anders daarom. Dus het is steeds een betere uitbreiding van het hele speelgebeuren. De Maurits met de Pijnlijkooi. Ik vind het een heel mooi voorstel. Mijn vraag is dat ik net eerst even het gemeentehuis in moet lopen. Van, is die grond, blijft die beschikbaar? Want we hebben daar wel meer dan drachtveldje gerealiseerd en daar staan nu huizen op. Ik weet niet of jullie daar vast onderbouwing van hebben van estate. En de uitwerking van het aanleggen van de parkenhoer vind ik een hele positieve manier zoals jullie dat uitgewerkt hebben. En ik denk dat het daar wel een hele goede plaats is, alleen misschien wel wat winderig, maar dat hebben we hier toch over gekregen. Ja, het strandje opknappen. Als er één is die daar blij mee is, dan ben ik het. Maar, ik ben hier nu al 24 jaar in dienst, ik heb al 24 jaar dat strandje opgeknapt. En dat gaat helaas niet. Want er is zoveel vandalisme. En wat jullie hier voorstellen vind ik heel mooi. Ik zou het ook graag realiseren, maar ik denk dat je dan met je, naar je dorpsgenoten moet. Om dat te proberen tegen te gaan. Want als je kijkt wat wij daarop moeten ruimen. Maar verder vond ik het strandje opknappen vind ik een heel goed idee. Dan komen we met het speelbos van de Roxenissen. Nou, het speelbos daar heb ik zijdelings al een beetje aan meegedacht bij het ISCO. Nou, ik vind dat een heel mooi voorstel. Die tokkelbaan die kan ook uiteraard goed van hout, want die hebben we in Duitsland ook. Dus daar gaat het ook goed mee. Daar hebben we geen moeite mee. De afstand waar de toezicht is van de kinderen, of van de ouders naar de kinderen, dat is wel een beetje ver. Want je moet toch al behoorlijk ver het bos in, want je moet om de nieuw aan te leggen begraafplaats zijn en voordat er mensen zijn. Dus dat vind ik toch een beetje vandalisme gevoelig daar. Die kruidbuizen en de willige takken. Die willige takken, dat is, ik kan bijna wel zeggen, dat is ondoenbaar. Dat mag eigenlijk niet. Dat is vanwege de veiligheid. En ook iets van, die willige takken daarin maken en dat ze daar gewoon groeien. Ja, dat moet men eens nog even als vakman ook naar wachten dat ze dat doen. En dan wordt het een beetje droog hout en dan is het vuurgevaarlijk. Die kruidbuizen, dat zijn dan buizen, denk ik, van een meter doorsnijden. Dus daar moeten wel wat voorzieningen bij getroffen worden. En die crossbaan, die liggen er eigenlijk al voor een groot gedeelte. Binnen de bomen. Er hoeft uiteraard geen boom meer weg. En die crossbaan vind ik wel een heel mooi idee. Ik denk dat er een beetje aangesloten moet worden. Dan hebben jullie een prachtige crossbaan in de bos. Straks eventueel gaan lobbyen en bondgenoten gaan zoeken voor een voorstel, of je eigen voorstel of een ander, als je een bepaalde inschatting maakt. Zo gaat het in de politiek ook. Dus wie mag ik er nu als eerste het woord geven voor de volgende discussieronde? Kijk even de kring rond. Corné? Wat aan elke partij nog een vraag.
aan jullie. Jullie zeiden dat het veilig was. Jullie tokkelbaan. En jullie zeiden dat er hekken en bankjes bij kwamen. Zijn die hekken en bankjes ook meegerekend in de kosten? Ik mag er gelijk antwoord op geven. Amy? Het plan van de tokkelbaan, van de tokkelbaan is nog niet meegerekend, maar het speelbos komt er zeker weten. En daarin is dus ook de hek en de bankjes. Dus dat hoeven wij niet meer te betalen. Dat is dus al met dat plan meegerekend. Oké, jullie zeggen wel dat jullie vandalisme bestendig is. Maar metaal kan ook heel makkelijk worden gesloopt. En die paal, die zagen we gewoon op. Ja, dat is ook zo. Willen jullie daar nu iets op zeggen? Nou, ik neem aan dat de pankooi ook van metaal is, dus de pankooi kan metaal ook heel makkelijk worden gesloopt. Goed, volgende vraag. Van jullie heb ik hetzelfde, vandalisme bestendig. Wilke takken ze kunnen in brand, net zoals meneer Adriaanse zei. En die heuveltjes, ze nemen schop mee en weg zijn de heuveltjes. Wie wil erop reageren van de fractie? Steven? Wie steekt er nou wilgetenen in brand? Je kan ook houten hutten in de brand zetten. Een hangplek voor jongeren, terwijl de hut volgens mij meer voor kleinere kinderen is bedoeld. Sophie, als reactie? Jongeren, zeg maar, die zitten 's middags ook gewoon op school. En die kinderen, die zijn meestal wat eerder uit, dus die spelen er 's middags wat vaker in. De OBS de Inkvis, ben ik het wel een beetje mee eens met de collega, want wilgetakken, jullie zeggen wie steekt er nou wilgetakken in de brand, maar misschien gaan de kinderen wel een beetje erg terugdenken. En bijvoorbeeld, die willen indiaantjes spelen. Nou, die maakt ook een vuurtje en die hut. Dus ik bedoel, als het een beetje overslaat, dan staat zo ook de wereldhutje in de brand. Dus dan hoef je niet per se die wereldtak in de brand te steken. Lisa wil reageren? Nou, ik neem aan dat de grote kinderen, dat die niet echt indiaantje gaan spelen met andere leeftijdsgenootjes. En kleine kinderen, ja, ik denk niet dat hun iets van aanstekers of zo op zak hebben of lucifers. Dus dat zou niet zomaar gebeuren. Niet echt waar je sociaal met elkaar omgaat. Dat kan leuk zijn, maar het is niet voor iedereen geschikt. En het kan soms ook hard aan toe gaan. En voor rustige kinderen en veel meisjes is dit geen leuke optie. Kom gewoon naar de hekking en dan kun je spelen, zwemmen en rustig aan het strand. Wil iemand nog reageren, Rienke? Ja, maar het wordt wel in de gaten gehouden, want er worden ook huizen omheen gebouwd. Dus als er iets in die pannenkooi niet goed gaat, dan zal er allicht wel mensen zijn die daar wat van zullen zeggen. Ja. En nog eens aanvulling, Rienke? Wij hebben veel stoere meisjes op school, dus die voetballen. Tessa, wil je nog iets zeggen tegen die fractie of tegen iemand anders? Niet? Dan ga ik naar de volgende ronde. Jullie zijn al geweest. Iemand van die fractie nog? Ja? Lisa? Nou, meneer Adriaans, die zei net dat iemand zijn hoofd kan stoten of zo. Of dat de buis niet beschikbaar zou kunnen zijn of zo. Maar waarom zouden de buizen niet in Dirksland mogen liggen? Ze liggen overal in Nederland en dan mag het in Dirksland niet. Dat is dus een opmerking die je aan anderen meegeeft. Want aan de heer Adriaans zou kunnen geen vragen meer stellen. Want die mocht alleen net maar een beoordeling geven. Wil je nog vragen stellen aan een andere fractie of opmerkingen maken? Niet? Een van de andere fracties nog die nog niet aan het woord is geweest? Amy? Nou, ik wil eigenlijk wat specifieker antwoord op jullie uitbreiding. Of op jullie, op de dingen die jullie op het strand willen. Dus je vraagt om wat nadere toelichting aan de fractie Samen Recreëren in Herkingen. Van wat ze precies willen. Begrijp je het zo goed? David? Wij willen stappaaltjes voor kleine kinderen en desnoods nog een volleybalnet. Maar wij hebben een heel groot plan en daarbij zit ook nog een trekvlot en een glijbaantje. Maar dit hoeft niet allemaal in één keer door de inkomsten als we winnen van de gemeente te worden betaald.
Lisa, Amy, wil je verder nog iets vragen? Of een van de andere leden van deze fractie? Aan een ander soms? Geen opmerkingen? Dan kijk ik nog naar de andere fractie, de Partij voor de Hutten. Robbers. Als het een keertje stormt of zo, dan kunnen die wilgentakken zo omwaaien. Wil er iemand van de fractie van de Rock de Inktvis op reageren, Lisa? Nou, wij hebben bedacht om de wilgentak in de grond te steken en dan bovenaan de winterraad vast te maken. Dus. En ja, als het gaat stormen, het kan overal. Kan ook vooral wat gebeuren. Kan ook een boom omwaaien. Opmerkingen, vragen, stellingen? Hebben jullie voldoende informatie om straks een keuze te gaan maken? Want we moeten... Corné wil nog iets zeggen. Een vraag aan de partij voor uitbreiding van de survivalbaan. Wilgetakken, die zijn op het begin heel makkelijk uit te rukken. Als ze een poosje lang staan, dan zijn ze een beetje vastgegroeid. Maar de eerste paar maanden trek je ze zo uit de grond. Steven wil erop reageren? Of iemand anders? Geen reactie? Niet? David wil ook nog iets zeggen? Ik kijk gewoon iedere keer de kring rond. Hè? En dan wie iets wil zeggen, dan steek even je vinger op. Dan probeer ik iedereen zoveel mogelijk onafhankelijk aan het woord te laten komen. Want ik mag natuurlijk niemand voortrekken. Voor de Partij van de Survivalbaan. Ik hoorde net dat die wilgetenen aan elkaar worden gebonden met bindraad. Alleen mij lijkt dat het al snel vernield wordt. Wil er iemand op reageren van de partij, natuurlijk avontuurlijke partij? Hoeft niet, mag wel. Niet? Geen reactie? Nienke? Voor de meestandse partij, Tokkelbaan, we hebben er in Dirksland ook mee. En er spelen eigenlijk alleen maar kleinere kinderen en van onze leeftijd. Want wij vinden het zelf niet super leuk. Ik weet niet welke partij het is. De meestandse partij 2012. Wil er iemand op reageren? Want eigenlijk is de stelling, is het wel voor iedereen geschikt? Zo vat ik dat even samen. Klopt dat? Wil er iemand op reageren? Dennis? Nou, de Tokkelbaan was ook wel voor ons en ook voor de kleine kinderen en ook voor, dus ook zeg maar genoemd voor in het speelbos en ook voor aanvulling voor het speelbos. En Falco wil nog iets aanvullen? Ja, hij is wel voor alle leeftijden, want wij vinden hem ook gewoon leuk en dat, ja. Kleine kinderen kunnen er ook best op spelen. Het zal niet zo snel zijn dat ze ja, ons erbij wegtrappen. Of, ja. Het is eigenlijk voor alle leeftijden wel leuk. Nienke wil nog een keer een vraag stellen, niet? Corné dan? Kinderen van onze leeftijd vinden meestal iets 3 dagen leuk en daarna is er niks meer aan. Kortom, is het wel voor iedereen geschikt? Dat is jouw vraag dan? De eerste 3 dagen vinden jullie de survivalbaan misschien leuk, maar daarna niet meer. Wil je iemand op reageren, Amy? Nou, dat kan ook met pannenkooi. Kijk eens. Voetbal is een blijvende sport. Ik ga nog eens even de kringen rondkijken of er iemand iets wil zeggen. Mitchell? Nou, jullie hadden toch iets met de trekvlot. Als dat zou komen, dan kan de touw ook doormidden geknipt worden. En het kan in de fik worden gestoken. Jullie hebben wel super oog voor de veiligheid en voor vandalisme vandaag, zeg. Heel bijzonder. Nou, het is geen touw, maar een soort ijzeren ketting als er een trekvlot komt. Amy? Aan jullie mag ik ook nog vragen hoe diep dat water is waar dat trekvlot komt. Voor de veiligheid. David, voor een antwoord? Ik durf niet precies te zeggen, maar ik denk niet meer dan 50 centimeter diep. Thomas? Wat stellen jullie eigenlijk voor bij een trekvlot? Wil je dat nog meer rondom over dat trekvlot, wil je dat nog iets preciezer uitleggen? Begrijp ik. Nou, we hebben eigenlijk een vlot een beetje verder in het water en dan met een pakketting eraan. En daar een trekvlot wat je zicht en toe kan trekken. Je kan het eventueel ook zwemmen doen. En eigenlijk dat vlot wat verderop in het water legt, een soort dat je er van af wil springen of spelen of ja, eigenlijk zoiets. Thomas, is dat duidelijk? Want jij stelde de vraag. Goed, dat is duidelijk.
Dan zie ik Sophie. Nou, jullie zeiden dat jullie er ook leuk konden zwemmen, maar als het maar een halve meter diep is, dan lijkt me dat nogal lastig. Dat is toch best zwaar en dat gaat roesten. David, wil je erop reageren? Nou, tegenwoordig, aluminium volgens mij, je weet dat dat is roestbestendig. Goed, Corné? Aan de partij van recreatie in Herkingen. Meer kinderen vinden voetbal leuk dan volleybal. Dat wou ik even aan de kaak stellen. Kijk dan. Wil je er iets op zeggen? Ja, dat klopt. Maar wij hebben op het Burgerlandpark in Herkingen hebben een voetbalveldje. Dus daar wordt ook wel gespeeld. Dus daar komen we eigenlijk niet voor. Ik bedoel, je kan hier voor een voetbalveldje gaan als hij er al is. Linken? Weten jullie ook de kosten van zo'n trekvlot? Ja, dat is wel wat duurder dan 2.500, maar we gaan eigenlijk voor een heel plan. En wij willen, zoals we in de dia al zag, een klein steentje bijdragen. Dus niet gelijk twee plannen uitvoeren. Kortom, u wilt in stukjes knippen. Je hebt een aantal ideeën en je wilt eerst een deel en later de andere delen eraan toevoegen. Ja, dus bijvoorbeeld... we gaan voor het hele plan, alleen als wij winnen, dan gaan we misschien als eerste voor de stapvaartjes of voor het voor volleybalnet, dat moeten we nog even. Nienke? Doet het niet zeer om aan zo'n ijzeren ketting te trekken? Is het moeilijk? Ja, ik ben wel eens op vakantie geweest en was het ook, dus eigenlijk niet veel, tenminste het doet niet zeer. Oké, want als je touw hebt of ijzer, lijkt me snel dat je daar een level krijgt. Nou ja, als je daar naartoe gaat, dan ga je misschien, tenminste in je eentje is het ook niet zo makkelijk. Dus ik denk dat je het als je met de drieën doet, dan kan je elkaar ook altijd zien betrekken. Sophie? Een tokkelbaan is natuurlijk geweldig leuk. Maar als deze in een medestandse bos staat, waar iedereen tegenwoordig zijn of haar hond mag uitlaten, is het niet echt aantrekkelijk. Speeltoestellen horen bovenal ook niet in een bos. Er gebeuren te veel vreemde dingen met kinderen die ergens achteraf spelen waar geen toezicht op is. De vertrouwde ouders. Een tokkelbaan wordt meer bij een strand in Herkingen, waar deze op het strand start en in het water eindigt. Dat is pas spelen met een tokkelbaan. En al de kinderen van de gemeente Dirksland komen toch al naar de Herkingen in de zomer. Dus twee die gaan in één klap. Er lopen heel veel mensen met honden, ja, maar er komt gewoon een bordje verboden voor honden en een toegangshek of zoiets, wat ik van Amy al begrepen. Dus er zijn ook heel veel fietsers en wandelaars die gewoon langslopen en er zit ook heel veel toezicht, want er komen veel bankjes, denk ik, en er zijn ook heel veel plaatsen waar je kan, picknicktafels, er komen veel plaatsen waar ouderen kunnen zitten, dus eigenlijk wat je nu zegt is niet waar, want er zitten heel veel mensen, er komen meer mensen eigenlijk als in het trapveldje komen. In het medische bos komen meer mensen als op het trapveldje bij ons. Dat hondenvoetbord, heb je dat ook met de gemeente overlegd? Als de gemeente net hebt gezegd dat je daar mag hondenpoepen aan doen, dan zal het voor veel onbegrip zorgen als het opeens niet meer mag. Amy? Nou, dat bord dat is ook in het speeltuintje gekomen. En waarschijnlijk komt dat gewoon, dat is gewoon waarschijnlijk ook bij dat plan zelf al betrokken van het bos. Sophie? Nou, op het strand laten mensen ook hun hond uit. Dus daar kan je ook haast niet tegenhouden. Zijn er nog andere vragen? Opmerkingen? Kritiek? Nu gaan we zo. Eigenlijk stilaan gaan we naar een einde van dit debat. Ik zie, dan is dat de laatste vraag of opmerking die in deze ronde nog gemaakt worden. En dan ga ik een voorstel doen hoe we het verder kunnen gaan doen. David? Zomers bijvoorbeeld, dan mogen kinderen s'avonds tot 7 uur buiten spelen, laten we zeggen, kleine kinderen. En als ze dan naar de tokkelbaan gaan, en misschien komt er ook wel meer grotere jeugd. En is dat wel echt wel goed dat die kleine kinderen tussen die grote jongens, spelen op zijn tokkelbaan. Maar kijk, grote jongens, dat is niet echt. Er kunnen best wel vreemde dingen gebeuren met kleine kinderen. Wil er nog iemand op reageren? Amy? Nou, dat kan ook bij het strand. Ik bedoel, dat is precies zo. Lisa?
Nou, ik had ook iets gezegd op de jeugd dan, maar hangjeugd kan je eigenlijk niet tegenhouden. Het kan overal kan hangjeugd komen. Goed, dan gaan we deze discussie afronden. Dan ga ik jullie vragen, dan krijg je even zeg maar 1 minuut onderling nog om over na te denken. We gaan dan niet apart voor schorsen. Dan kun je nog 1 keer iemand van jullie fractie een statement maken, zoals ze dat al zeggen. Dus zeg maar aangeven waarom je vindt dat jullie voorstel het zou moeten winnen. Dus 1 keer nog even heel kort, in een paar zinnen, zeggen waarom je vindt dat je eigen voorstel moet winnen. Denk er even over na, 2 minuten. Praat er even onderling over en wijs 1 woordvoerder aan die dat in 2, 3 zinnen mag zeggen. Oproep van iedere fractie waarom men vindt dat het eigen voorstel zou moeten winnen. En dan begin ik weer bij de volgorde waarin we aan het begin van de vergadering begonnen zijn. Als eerste, de Partij voor de Hutten. Wie is de woordvoerder? Sophie? Het is een goed idee. Het is voor jong en voor onze leeftijd. Het is, staat onder veel toezicht. Er komen veel kinderen en er komen veel kinderen die erin willen spelen. Ons voorstel moet winnen omdat we alles op een rijtje hebben. Onze pannenkooi is leuk, mooi en veilig voor iedereen. Iedereen is van harte welkom om te verborgen. Het is een mooie centrale plaats waar alle kinderen uit de gemeente Dirksland met elkaar kunnen spelen. Het is ook fijn om de kinderen uit de naburige dorpspunt te leren kennen. Sociale contacten kun je aan het Herkingse strand maken, ook met toeristen die ons dorp bezoeken. Daar bedoel ik mee passanten van de watersportvereniging in Herkingen. En het bungalowpark en de camping een beetje buiten het dorp. Pas is er bij ons bij elk huis de nieuwe gemeentegids op de mat gevallen. Daar staat een prachtig stuk over het dorp Herkingen. U kunt het lezen op pagina 17 en 18. Luister me eens wat hier staat. Herkingen ziet nu het water niet meer als vijand, maar vanwege de recreatieve mogelijkheden als inkomstenbron. De laatste jaren loopt de toerisme erg terug. Het zou geweldig zijn als er hier iets aan gedaan zou kunnen worden. Het is immers de inkomstenbron van de gemeente Dirksland. We hebben een schatting gemaakt van de toeristenbelasting en de watertoeristenbelasting. Jaarlijks wordt er geïncasseerd door de gemeente Dirksland. 1,5 à 2 ton misschien. Het zou eerlijk zijn als dit ook in Herkingen wordt geïnvesteerd. Ten gunste van alle toeristen en inwoners van de gemeente Dirksland gezamenlijk. Wat zien of krijgen de toeristen hiervoor terug? Wij zien u vaak in ons dorp. Wat toch betekent dat u het erg fijn vindt. Volgens mij heb je al meer dan 2 zinnen gebruikt. Wil je nu gaan afronden? Ja, dat is hartstikke. Ik doe een beetje zo dan, ja. Op de ijsbaan, in de haven en in de kerk met Koninginnedag of als er iets leuks te vieren is in het dorp. Het geeft toch duidelijk aan dat u van de mensen houdt, ook in Herkingen. Maak dat het dorp weer eens aantrekkelijk voor iedereen, dat we samen wat gaan bereiken. Denk ook eens aan de school en het aantal kinderen moet gaan groeien. Maak van Herkingen, wat het aantal inwoners betreft, wat nu klein Parijs. Dankjewel. Het speelbos komt er al en ons plan is daar al meegenomen. En als we ze hier zouden winnen, zouden we het ons plan dus in het speelbos komen. En het leek ons voor iedereen leuk, voor jonge kinderen en voor ons. En voor meisjes en ook jongere meisjes. En er is veel toezicht op, want veel mensen die fietsen, die gaan veel rondje lopen door het bos en fietsen. En veel mensen laten de hond uit, zowel 's ochtends, 's middags en 's avonds. Dus er is altijd veel toezicht en op de huizen die daar staan. En als mensen in de achtertuin zitten, die kijken zo het speelbos in. En dat was het wel. Makkelijk te bereiken is, omdat het tussen Medeschans en Herkingen ligt. Het is voor iedereen beschikbaar. Die wilde tenen groeien vast in de grond. Er staan al bankjes voor de ouders, die kunnen toezicht houden en ze kunnen daar ook gezellig picknicken. Deze keer dus ik begin bij de fractie van de Dirksons Pannakooi team. En dan eindelijk zo aan deze kant. En even voor de duidelijkheid, we hebben dus afgesproken dat jullie posities toekennen aan ieder van de plannen. En dat we daarna de conclusie trekken dat er 3 niet doorgaan naar de slotronde. En 2, dat we over 2 in de finale debatteren. Daar zijn jullie het mee eens? Ja. Daar zijn jullie het mee eens. Nee, dat we dat nog eventjes gemarkeerd hebben. Goed.
Wie mag ik het woord geven van Dirk Sands Pannenkooi Team? Nienke. Wij vinden dat Partij van de Witte op plaats 5 moet komen. Ja, en plaats 4? MP12, Medisantse Partij. Dat is de Tokkelman. Ja. 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 Truintje van Herkingen komt op plaats 3. Ja. De OBS de Inktvis komt op 2. En dat is, om het even helder te hebben, dat is de top op de... Nee, ja, natuurlijk de survival bar. Ja, zo ja. Goed opgeschreven. Zo. Goed. Nummer 5, Dirkslands Pannenkooi Team. 4, de Natuurlijk Avontuurlijke Partij. Dat was de survival bar. 3, Samen Recreëren in Herkingen. Dat is het strandje. 2, de PVDH, Partij voor de Hutte. En 1, de MP12. Goed. Nou, dan gaan we nu tellen. Jullie mogen even niet kijken. Wij staan de Partij voor de Hutte. Totaal 17 punten. De Tokkelbaan 14 punten. De Pannenkooi 15 punten. De Survivalbaan 14 punten. En het strandje 15 punten. Dus dat betekent dat... het voorstel van de Partij van de Hutte in deze fase afvalt. Maar nu hebben we een probleem. Want er zijn 2 voorstellen met 14 punten en 2 voorstellen met 15 punten. En we zouden maar met 2 voorstellen doorgaan. Nou, dat klopt. Dan heb je er 2. Ja, je hebt er 2. Nee, we hebben er 4. Want er zijn 2 voorstellen die ieder een gelijk aantal punten hebben. 2 van 14. 2 van 14. Je hebt er toch 2? 1 en 2. Je hebt 2 van 14. 2 van 14 en 2 van 15. Ja, maar dan gaan we toch 2 door. Dan moeten we tussen die 15. Dus ik leg even bij jullie de beslissing in het midden. Nee, er zijn 2. Je eigen regels. Je hebt 2 van 14. Dat zijn toch de 2 die doorgaan? Ja. Twee winnaars. Ja. Dus je eigen regel. Nee, ja, ik had even de volgende redenering. Dat zal ik even toelichten. Er is iemand van de publieke tribune die bemoeit zich ermee. Dat is niet zo waar voor. Moet die verwijderd worden? Er zijn 2. In mijn redenering waren er 2 clusters. Namelijk 2 van 14 en 2 van 15 punten. Dus daarom dacht ik, er zijn 4 voorstellen waarover je dan een volgende ronde zou moeten hebben. Maar je kan ook de redenering volgen. Dat je dus 2 voorstellen van 14 hebt, namelijk de tokkelbaan en de survivalbaan. Dat zijn de 2 met de hoogste score en daartussen moet dan gekozen worden. Dat is het meest zuivere. Dus als jullie het daarmee eens zijn, dan gaan we op die manier verder. Ja, dan gaan we met de 2 voorstellen van 14 punten gaan we verder. 2 voorstellen die nu op tafel liggen. Dat is het voorstel van de Melisandse Partij 2012 over de tokkelbaan in het Melisandse Speelbos. En het voorstel van de Natuurlijk Avontuurlijke Partij met betrekking tot de uitbreiding van de survivalbaan in het bos bij Melisand. Die 2 voorstellen liggen nu nog op tafel en daar moet straks een besluit over worden genomen. Wie wil het woord over een van beide voorstellen of om vragen te stellen of een opmerking te maken? Kijk snel de kring rond. David, straks als eerste. Nou, eigenlijk vinden wij dat de stemming niet eerlijk verlopen is. Wat ik eerder al zou zeggen, Dirkstan heeft 2 scholen en die stemmen natuurlijk altijd op elkaar. Dus vandaar komt het ook van, want de 2 scholen met de zand hadden Dirkstan expres al onderaan gezet. Omdat ze toch zagen dat Dirkstan op een of andere manier toch ging winnen met die pannenkooi. Want eigenlijk was dat eigenlijk toch al het punt dat het beste boven water kwam. Je mag het zeggen, maar die discussie die hebben we gehad. Die stemming is uitgevallen zoals die uitgevallen is. Dat is wel vaker in de politiek zo. Dan wordt er naar andere dingen gekeken dan de inhoud en de verdediging en hoe het allemaal in elkaar steekt. Dus daar moet je het wel mee doen volgende week. Het is toch de partij, onze stem, dat is eigenlijk de winnende stem. Want de 2 scholen die stemmen op elkaar. Dus ik bedoel, Dirkson stemt op de Inktvis en de Melisand die stemt op die tokkelbaan. Dus degene partij waar wij op stemmen, die wint eigenlijk. Nou, dus heb je een belangrijke positie. Ja, er loopt wel een agent rond om te kijken of je hond uitlaat. Dus die vent, die agent. Die agenten moeten verbieden dat die mensen rond laten, maar toch mogen ze daar rond laten. Dus die snappen niet rond. Amy mag erop reageren, daarna krijgt Sofie het woord. Nou, we hebben eigenlijk niet gezegd dat dat mag.
Ja, want kijk, die mensen zelf, als bijvoorbeeld, stel dat het ongeluk gebeurt, dan heb je ook nog wel mensen die een poepzakje of iets dergelijks bij je hebben om dat op te ruimen. Sophie, en daarna Lisa en dan Corné. Mensen gaan die honden toch niet uitlaten bij die speeltuin. Ze nemen toch gewoon het aparte paardje om de hond op uit te laten. Ik neem nooit een hondenpoepzakje mee als ik onze hond ga uitlaten. Oh, ik hoor allerlei geluiden op de publieke tribune, maar dat mag niet. Je moet stil zijn. Lisa. Nou, ik neem aan dat niet iedereen erover nadenkt om een hondenzakje, dus om een zakje mee te nemen om goed op te ruimen. Dus ja. Wil ik nu vragen aan de vertegenwoordigers van de twee fracties of ze nog in één zin hun plan kunnen aanbevelen. In één zin het plan kunnen aanbevelen, want daar gaan we daarna over stemmen. En dan ga ik straks uitleggen hoe dat stemmen gaat. Dus wil de Natuurlijk Avonturenpartij nog in één zin aangeven waarom het voorstel over de survivalbouw in het bos bij Molenzicht het winnende plan moet zijn. Waarom ons plan moet winnen is, wij vinden dat ons plan makkelijk te bereiken is omdat het tussen Melisand en Herkingen in ligt. Dankjewel. En wie doet het voor de MP12? Amy. Ons plan is zeg maar voor iedereen die het leuk vindt, zeg maar, leuk. Dus ja, het is zeg maar eigenlijk voor iedereen. Dankjewel. Goed, we gaan de discussie afronden en dan gaan we zo stemmen. En dat stemmen, dat gebeurt als volgt. Ik ga straks aan jullie vragen om bij hand opsteken aan te geven voor welk plan dat je bent. Dus ik ga eerst zeggen wie is er voor het plan en dan ga ik tellen. En dat betekent dat ook hoeveel er tegen dat plan zijn. En als dat duidelijk is, dan kan er maar één de winnaar zijn. Snappen jullie wat ik bedoel? De volgorde waarin ze van gepresenteerd zijn, zeg maar. Dus het plan voor de Melisandse partij was het plan wat als vierde gepresenteerd wordt. En de Natuurlijk Avontuurlijke Partij was het plan wat als vijfde gepresenteerd was. Dus als ik in die volgorde ook in stemming brengt, dan betekent dat ik als eerste moet laten stemmen over het plan een tokkelbaan voor het Melisandse speelbos in Melisand. En als, dan ga ik vragen degenen die daarvoor zijn om hun hand op te steken. Wie is er voor dat plan? Ik moet nog even één punt duidelijk maken voordat ik ga stemmen. Iedereen die hier aan tafel zit is verplicht om te stemmen. Je kan dus niet zeggen ik doe niet mee, want dat zou betekenen dat je eigenlijk je wel in de zaal blijft zitten, maar niet meestemt. Dat mag officieel volgens onze regels niet. Dus als iemand zegt, ik wil per se niet meestemmen, dan moet iemand voor de stemming deze zaal verlaten en buiten op de gang staan. Zo zijn de regels. Dat is streng, maar dat moet ik wel doen, want anders zou iemand kunnen zeggen, ja, ik wil geen keuze maken, dus doe ik helemaal niks. En dat is het moeilijk om dan de officiële uitslag vast te stellen, want ik moet zeggen, van daar zijn zoveel mensen die hier aanwezig waren, er zijn zoveel stemmen uitgebracht. Liggen de vier, die helpt me daarmee. We hebben dus 15 mensen aan tafel, dus straks moet ik een uitslag hebben. Als ik die met voor- en tegenstanders bij elkaar optel, moet ik aan 15 komen. Iedereen duidelijk? Ja. Goed. Wie is er voor het plan van de Melisandse Partij voor de Tokkelbaan in het Melisandse Bos? Dat is 3 stemmen, 6 stemmen. Wie is er voor het plan voor de Natuurlijk Avontuurlijke Partij voor de uitbreiding van de survivalbaan in Molenzicht? Dat zijn 9 stemmen. Kortom, dan is het voorstel wat is aangenomen, het voorstel van de Natuurlijk Avontuurlijke Partij, de uitbreiding bij Molenzicht voor de survivalbaan.